We zitten nu bij Egbert Fransen. Die ken ik uit de Cultuurfabriek en Pakhuis de Zwijger. Maar er zijn veel meer activiteiten waar we het over kunnen hebben. En ik wil dus graag beginnen met wat is je achtergrond, waarom ben je in die culturele sector zo ondernemend bezig? En via studie communicatiewetenschap bij KPMG terechtgekomen, management consultants. Ik kreeg daar de mooie kans om cultuur en creativiteit bedrijven binnen te halen. Ik heb daar heel veel choreografen en fotografen en theatermakers, ontwerpers, architecten naar binnen gehaald om de geesten te scherpen van de consultants. Wat dan de specialiteit is geworden vanaf dat moment is het niet doen in een... in zo'n pep talk van de directie van jongens, van nu af aan gaan we het anders doen, neuzen de andere kant op en follow the leader. Maar het waren allemaal bijeenkomsten waar een grote mate van interactie in zat. En vooral waar het ging om de relatie met wat er in de samenleving aan de hand is. Ik ben bij KPMG op een gegeven moment weggegaan na 4 jaar en ben met Cultuurfabriek begonnen. En heb dat deel van mijn werkzaamheden die ik bij KPMG deed voortgezet. Want het gaat niet alleen maar om kunst en cultuur, maar het gaat om creativiteit in bredere zin. En het gaat om cultuur die te maken heeft met begrip als organisatie cultuur of cultuur in de zin van gekoppeld aan landen of bevolkingsgroepen. Het gaat over mentaliteiten. Vanuit Cultuurfabriek zijn we ook een andere koers gaan varen, namelijk dat is het cultureel ondernemen. En dan echt het pure cultureel ondernemen, namelijk organisator zijn van grote cultuurmanifestaties, grote theaterproducties. Wat wij doen is die mensen een podium geven, omdat ze gelukkig, ook al zijn ze ondernemend, zelf ook altijd nog vragen hebben. En als je er nou een paar slim bij elkaar brengt, dan kunnen ze elkaar vragen stellen, maar ook antwoorden geven. Die toeluistert er toch een hoop van leren. Precies, precies. Ja, en dat is eigenlijk wat we zowel bij Women Inc. doen, als bij Buurtalliantie, als hier in het Pakhuis, als in Den Haag, ja, waar niet zou ik zeggen. Is eigenlijk continu wel spotten waar het zit. Waar zit nou de beweging, waar zit nou de essentie van een vraagstuk. En dan eigenlijk kijken van waar zit de beweging al en die mensen eruit pikken, die bij elkaar zetten en dan inderdaad toehoorders creëren die zo'n beweging mee gaan dragen en daarmee ook deelnemers worden en eigenaar worden van. En mijn persoonlijke overtuiging om hiermee bezig te zijn dat ik eigenlijk continu op zoek ben naar waar de kracht van mensen zit. Omdat ik overtuigd ben dat je die kracht in personen moet zoeken en niet per se in organisaties. Uiteindelijk gaat het om mensen die in staat zijn om zaken in beweging te zetten. Ik bedoel, vraag jij die mensen persoonlijk of ze ook er net zo in zitten als jij? Ik bedoel, want je ziet natuurlijk ook heel veel samenwerken die een beetje QQ zijn. Of iedereen zegt wel dat ze iets willen, maar ze doen niks. Ik bedoel, er zit allemaal een hoop gedoe in, je weet of iemand echt iets wil. Ja. Het selecteert zich vrij makkelijk uit, omdat je vrij snel wel in de gaten hebt van wie er echt voor gaat of wie er inderdaad vanuit veel meer beroepsmatige of economische zin in zit. Je kan het al in een gesprek voelen en merken hoe mensen reageren op dingen. Hoe daadkrachtig en voortvarend ze zijn, hoe snel ze to the point komen. Maar vooral wat hun acceleratiemodus is. Voor mij vallen heel snel dingen af die dreigen in de vertraging dan in de versnelling. En dat heb je heel snel in de gaten. Ja. Dat heb je heel snel in de gaten. Ja. Ja. En dat kan soms in het gesprek al meteen naar boven komen. Maar het is een goed signaal als je een uur later een mailtje of een sms'je krijgt van... tof gesprek, we gaan het doen. Ja. En dat is het signaal dat je dan ga je mensen erbij halen, dan schakel je dingen aan elkaar. Maar op het moment dat je een week niks hoort, 2 weken niks hoort, 3 weken niks hoort, dan heb ik het al dat ligt hier aardig was, op een ander stapeltje gelegd. Ja. En dan blijft het er soms nog liggen en soms trek je het er nog een keer onderuit, maar meestal het selecteert zichzelf heel snel uit. De essentie waar het om gaat is of het lukt om zelf, maar ook samen met anderen het eigenaarschap rondom iets goed te krijgen. Want als, dat zie je heel snel, of dat merk je heel snel, of mensen iets echt of niet echt dragen. Ja. En dat heeft te maken met of ze hun omgeving erop aanspreken, of ze hun eigen inspanningen doen. En dan moet je er als de solemniet bij zijn om het of af te kappen of door te zetten. Want als het niet werkt, dan moet je mensen ook heel snel erop aanspreken. Want als dat gaat blurren, gaat weglopen, dan wordt het heel onaangenaam. Ja. En wat interessant is om te zien, dat de verantwoordelijkheid ook in woord, maar ook steeds meer in daad, steeds nadrukkelijker naar de burger gelegd wordt. Maar ben je daarin enthousiaster geworden over de houding van instituten of van overheden? Nou, veelal absoluut niet zelfs. Of van banken, om maar eens een interessante partij te noemen. Banken al helemaal niet, of misschien hooguit 1 of 2 uitzonderingen na. Ja. Ik proef wel een noodzaak. En, dan hebben een aantal mensen dat al voorgezegd natuurlijk, maar dat men dus nu gebruik moet maken van burgerkracht. Ja. Nou, dat is en vanaf dat moment is het makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe dan? Ja. Ja. En dan zie je dat iedereen natuurlijk, dat is niemand nagelaten, heel erg vastzit in zijn organisaties, in zijn structuren, in zijn mentaliteit, in zijn cultuur, in zijn methodieken. En het wordt de kunst om te kijken van hoe je nieuwe energie en nieuw elan en nieuwe perspectieven kan combineren met datgene wat er de afgelopen jaren wel degelijk is opgebouwd aan kwaliteiten. Waar ik het meeste hoop heb, is op een jonge generatie. Die de 20ers, begin 30ers, maar vooral de 20ers gaan als een speer op dit moment. Het is nog nooit, binnen de universiteit en de hogeschool is het percentage van opgestarte bedrijfjes binnen de opleidingstijd is nog nooit zo groot geweest als nu. Maar ook daarvoor geldt volgens mij weer dat je niet het oude met het badwater moet weggooien. Want we zien ook hier in het pakhuis hoe waardevol de ontmoetingen zijn tussen zelfs de 60-plussers, ik noem ze maar voor het gemak even de Grand Old Masters, die het ambachtschap in hun genen hebben. En die generatie die nu overal overheen dendert, in positieve zin, hè, met hun ondernemerschap. En die ontmoetingen zijn misschien wel het meest interessant. Dat je ziet dat... Een soort ambacht ontmoet ondernemerschap. Ja, absoluut.